Yes, ik ben live. Mijn naam is Angelique, Happy Little Things, Happy Academy, Angelique Benjamins. Business coaching, transformationeel coaching. Woehoe! Waarom ik nu live ben, is dankbaarheid. Ik dacht, ik ben wat minder aanwezig op de Facebookpagina van Happy Little Things. Dat komt omdat ik namelijk lekker druk bezig ben op de Happy Academy met allerlei nieuwe cursussen, zoals bijvoorbeeld succesjournaling. Maar hoe leuk is het om ook gewoon af en toe via Facebook contact te hebben met de mensen die misschien helemaal niet abonnee zijn, maar het wel leuk vinden om af en toe wat van mij te horen. Dus als je live bent, hierbij bent, zeg dan even hallo. Kijk in de replay, ook leuk om even te weten dat je er ook bij bent. Het is gewoon spontaan en om even contact te maken. Om eigenlijk te laten weten dat ik zo dankbaar ben dat die Happy Academy aan het groeien is. Vanochtend was er een webinar voor de abonnees van de Happy Academy. Het gaat over succesjournaling en hoe bijzonder ik dat gewoon vind. Maar hoe weet je dat als ik dat niet vertel? Dus bij deze deel ik mijn dankbaarheid daarvoor dat dat aan het groeien is. Ja, helaas is dat dus dan even kijken van hoe gaat het dan met mijn tijd? Hoe kan ik dan hier ook af en toe toch gewoon aanwezig zijn? Want er zijn natuurlijk genoeg dingen om ook te delen, ook als je nog geen abonnee bent. Ik heb 14 februari was het Valentijnsdag. Ja, of hartjesdag, zoals mijn dochter zegt. En toen heb ik een dankbaarheidsmeditatie gestuurd. Het kan zijn dat je die misschien gemist hebt, maar dat die wel nog steeds in je e-mail zit. Omdat ik zag dat nog niet iedereen die e-mail heeft geopend. Het is een meditatie die dan staat. Daar hoef je geen abonnee voor te zijn, even voor de duidelijkheid. Ja, dus kijk nog eens in je e-mail. En luister gewoon eens rustig naar de meditatie en kijk wat dat voor je doet. Het is gewoon een cadeautje voor mij om wat meer blijheid en vreugde in je lijf te voelen. En als je vreugde en blijheid in je lijf voelt, dan zal je zien dat je ook andere dingen gaat aantrekken in je leven. Verder wat ik over dankbaarheid nog had, is dat ik nu bezig ben vandaag om kaarten te gaan sturen. Ik loop een klein beetje achter met mijn administratie daarvoor. Maar ik dacht van ja, maar ik voel nu die dankbaarheid. Die energie van dankbaarheid in mezelf. Dus vandaag is een goede dag om dan gewoon weer dankbaarheid terug te sturen naar de nieuwe abonnees. Er zijn tientallen nieuwe abonnees ondertussen bijgekomen de afgelopen tijd. En dus heb je nog geen kaart ontvangen? Vandaag is de dag dat ik mijn dankbaarheid weer fysiek aan jou ga sturen. Want in gedachten, dat is natuurlijk leuk dat ik aan je denk. En dat ik ook zeg, oh dankjewel, wat leuk dat je erbij bent. Maar hoe fijn is het om gewoon iets in je brievenbus te krijgen. Dit was de vorige kaart van de vorige actie. Misschien weet je dat nog eind december. En dit is dus een nieuwe kaart. En Fonny die zegt, hallo, kom toevallig even langs. Ook druk en webinar gemist. Dus blijf nu maar even mee luisteren. Ja, nou, wat gezellig dat we elkaar toch treffen. Daarop dacht ik ook van, ja, niet iedereen was erbij vanochtend. En hij stond voor vandaag gepland in mijn agenda. En ik had het ook doorgegeven dat het vandaag zou zijn. Maar dan ging iets geks technisch mis. En dacht ik ook, nou, alles is zoals het om een of andere reden hoort te zijn. Ik ken de reden niet, maar het is allemaal goed. En het was gewoon alsnog een heel fijn webinar. Dus over die succesjournaling. En hij is gewoon terug te kijken. In ieder geval sowieso morgen. Om even kijken of dat lukt met alle techniek om hem vandaag erop te krijgen. Maar er staan ook nieuwe video's al over succesjournaling in de academie. Dus er is genoeg, zeg maar, om weer nieuw mee aan de slag te gaan. Dus dat is mijn korte verhaal eigenlijk, steeds te kijken. Want wat ik had gezegd, ja. Wat ik me eigenlijk afvraag is dat er heel veel mensen de gratis sketchbook challenge hebben gedaan. En omdat ik met zoveel dingen tegelijk bezig ben, omdat dat gewoon bij me past. En omdat ik er zelf heel erg blij van word.
vraag ik niet altijd na van, hey, hoe was het nou voor jou? Of klopt het helemaal niet wat je had verwacht? Hè? En wat de reden nou is dat mensen bijvoorbeeld geen abonnee worden. Dat kan natuurlijk. Op dit moment is ook helemaal geen aanbieding om abonnee te worden. Maar ik dacht, nou, je kan natuurlijk ook gewoon vragen. En kijk, en Eveline zegt, net begonnen met de Sketchbook Challenge. Superleuk dat je hierbij bent. Kijk, zie je? Dat is nou waarom het zo leuk is om even op Facebook Live te zijn. Het leuke, Eveline, ik heb je wel iets voorbij zien komen inderdaad aan posts. Ik reageer zo vaak mogelijk, maar ik ben ook gewoon erg bezig nu met nieuwe content maken. En maar sowieso leuk om je even hier even te zien. En als je er nu toch bij bent, Eveline, hoe ervaar je het? En heb je misschien vragen daarover, over de Sketchbook Challenge? Want het is mijn intentie om creativiteit aan te zetten bij mensen, hè, zodat ze ook in eigenlijk een energieverandering krijgen. Dus het is absoluut niet om te gaan knutselen of om iets na te maken. Het gaat echt om die beweging en om ook stiekem, terwijl je gewoon plezier hebt, even naar binnen te kijken bij jezelf als een soort barometer van hoe gaat het nou met mij? En stel dat je meer wilt, dan is het natuurlijk mogelijk om abonnee te worden, zodat je gewoon toegang krijgt tot alle content, maar dat hoeft niet. Die Sketchbook Challenge die is ook gewoon al heel erg leuk en ik krijg daar ontzettende leuke feedback van, dat mensen er zoveel aan hebben. Ze sturen me ook persoonlijke e-mailtjes als ze geen behoefte hebben om het helemaal live te zetten. Dat kan natuurlijk ook. En Eveline zegt, kan ik ergens mijn tekeningen delen? Ja, zeker. Die kan je dus delen bij het bord Sketchbook Challenge. En als het goed is, staat er ook een link onder de video's in de Happy Academy, waar je dan dat dan kan posten. En Evelien zegt, heel leuk, ben erg creatief, maar verdieping is fijn. Ik vind het fijn om sommige dingen net even beter te kunnen tekenen. Ja, en bedoel je dan ook verdieping, omdat het je ook aanzet, zeg maar, in je creativiteit en wat persoonlijke reflectie? Of heb je vooral behoefte om technieken aangereikt te krijgen voor tekenen. En Kitty is er ook bij. Wat leuk, Kitty, om jou te zien. We hebben binnenkort weer een live bijeenkomst voor de Artist Way cursus. Dus misschien krijg je een idee met dingen waar ik allemaal mee bezig ben. Vorige week was er een live bijeenkomst, een cursusdag. Dat staat weer helemaal los van alle online cursussen. En dat was ook zo bijzonder. En omdat deze titel van dit live ding, zeg maar, op Facebook dankbaarheid is, wat ben ik dankbaar voor die dag, wat er toen allemaal gebeurd is. En ik had in mijn hoofd van, nou, zoveel mensen kunnen daaraan deelnemen. Maar daarnaast had ik ook een intentie voor mezelf neergezet voor die dag. Ik dacht van, nou, de mensen die komen, die hier die commitment hebben voor deze dag, wil ik sowieso een bepaalde transformatie laten doormaken. Namelijk, zeg maar, een soort kleed van moeheid en zwaarte en bezwaren in hun hoofd, waarom ze niet meer geluk en liefde in hun leven zouden kunnen ervaren. Dat ze dat achter zich konden laten op die dag. Maar ook meteen allemaal tools konden ervaren. He, om een nieuwer, leuker, blijer leven voor zichzelf te gaan creëren. Om in die energie gezet te worden eigenlijk. He, door middel van allerlei opdrachten. En dat is zo ontzettend gelukt, vind ik. En Wilma, die is hier ook. Ja, was heel super. Nou, dankjewel Wilma. Ik vond het ook zo geweldig hoe hard jij gewerkt hebt. Maar dat klinkt alweer zo van, oh, hard werken is moeilijk. Nee, gewoon, wat een transformatie heb jij voor jezelf daar ook weer neergezet. En kijk, ik ga nog even straks even verder met die comments lezen. Wat wilde ik nog zeggen over die dag? Oh ja, dus ik had die intentie in de energie gezet van, nou, dat wil ik sowieso kunnen. Ja, technisch gezien kunnen er 10 of misschien zelfs 15 mensen in die ruimte. Ik vond het een hele fijne ruimte. Het is een lichte ruimte. Je had gewoon een tafel waar je mooi aan kon zitten, dat je niet op je schoot hoefde te schrijven. Het was op een plek waar ontzettend lekker eten is, waarvan ik weet, er is altijd lekker eten. Er is altijd lekkere thee, goede thee. Er is altijd heerlijke cappuccino's waar ik dol op ben, met sojamelk. Weet je, dus gewoon goed verzorgd. Dat wist ik en dat was fijn.
Maar ondanks dat er dus meer mensen bij konden, heb ik gewoon zoiets van, ja, weet je, het kijken wat er gebeurt. Nou, ik had wel zoiets van, oh ja, ik moet het wel vertellen dat het er is. Want stel je voor dat het jouw leven verandert. Nou, Wilma, die spreek ik nog in een volgende coachafspraak. Hebben wij nog een persoonlijke coachafspraak online. Dat kan ook nog allemaal. Dus dan gaan we daarop verder. Maar ik merkte gewoon dat het precies goed was die dag. Het was precies goed. Als er meer mensen bij waren geweest, dan had ik gewoon nooit, had ik eigenlijk die intentie zeg maar niet waar kunnen maken. En denk ik, ja, wat is belangrijker, het aantal mensen of de intentie? Nou, de intentie. Want dat is wat van binnenuit bij mij kwam en wat eigenlijk een wens was voor die dag en wat de wens was voor iedereen die daar aanwezig zou zijn. En dat is gewoon gelukt. Dus en ik weet dat het zo werkt, maar ik vind het toch mooi om daar dan weer achter te komen dat het zo bijzonder, op een bijzondere manier werkt. Dat het dan klopt. He, dat als er meer mensen zouden zijn, dan had ik minder persoonlijk contact kunnen hebben. En dan hadden mensen minder, toch wat minder opdrachten, de kracht van de opdrachten kunnen ervaren. Dus dat vond ik helemaal fijn. En Eveline die vraagt over een link waar schetsen gedeeld kunnen worden. Dat ga ik jou even sturen in de academie. Want er is ook nog een video waar precies uitgelegd wordt hoe je dat kan doen. En ik heb het idee dat mensen uit pure enthousiasme die hele video overslaan. Omdat ze gewoon meteen willen starten met een opdracht. Maar er is dus een video waar je, ik ga even jouw naam opschrijven, waar je dan precies kan zien hoe dat werkt en met allemaal linkjes. En dat is eigenlijk, als je het eenmaal ziet en eenmaal weet, dan denk je, oh, is het zo makkelijk. Want het is, kijk, het is principe ken je van Facebook, alleen het is iets overzichtelijker. Alleen dan moet je wel weer even wennen aan de nieuwe omgeving. Nou, en wat staat daar verder bij? Eveline zegt, niet blijven hangen in wat ik al kan. Gebruik 1001 materialen voor het schilderij, wil dingen sneller op papier kunnen zetten. Zonder 1000 schetsen te hoeven maken. Oké, dus een hele technische vraag heb jij daarover. Nou, wat ik het meeste terugkrijg en ook het meeste hoop voor mensen van de Schetsboek Challenge, is dat ze spanningen los kunnen laten en verwachtingen los kunnen laten en perfectionisme kunnen laten varen. Zodat eigenlijk elk resultaat wat er daarna komt, dat goed is. En oordelen die jij hebt over, ja, maar ik wil beter kunnen tekenen en het is niet goed genoeg en die tekent beter en schrijft mooier. Of het kan van alles zijn, hè, of je echt een bepaald beeld voor jezelf hebt van zo wil ik zijn en anders voel je je niet blij als het niet zo op papier komt. Nou, dat je daarin kan ontspannen. Dat is vooral het grootste doel van de Schetsboek Challenge. Want de techniek wordt dan ondergeschikt daaraan, want weet je, constant maar bezig zijn met wat je niet kan. Nee, kijk wat je wel kan. Kijk of je gewoon naar je eigen stijl, naar je eigen stem kan gaan. En dan daarop ga je wat technieken stapelen. Ook omdat het leuk is om je te ontwikkelen. Maar vanuit het moet zo. En dat is toch heel erg richting van, nou, en ik wil dat je eigenlijk vast hebt gezet ook al van, het moet daar blijken of het moet zo zijn. En ik moet die technieken, want anders is het niet goed genoeg. Dus ik zeg niet dat het voor jou geldt, Evelien, maar even in het algemeen het idee achter de Schetsboek Challenge. En gelukkig, of mensen nou wel of niet daarna abonnee worden, dat maakt niet uit. Maar dat is ook wat ik het meeste terugkrijg, is dat mensen dus zeggen van, jeetje, ik ben zo blij dat ik nu me echt vrijer voel om te creëren. En dat de oordelen van eerlijke criticus, dat ik voel dat die uitgezet is. Mensen zijn bezig geweest met hun wensen en ook zijn ze er wel verrast over dat ze toch dachten dat het meer alleen maar over dingen maken ging. Maar dat ze dan toch heel erg blij zijn met die persoonlijke switch eigenlijk in zichzelf. Dus, en Annemiek is er ook bij. Jee, Annemiek, wat leuk je hier te zien. even kijken, en Fonny die zegt, ik ben naar de SBC gelijk abonnee geworden. Yes, weet ik. Hartstikke leuk. Maar zoek nog steeds de tijd om regelmatig in te loggen. Ja, als ik eenmaal bezig ben, vind ik het superleuk. Maar word de volgende dag toch weer door wat anders afgeleid.
Ja, ik dacht dat ik die eerste 10 minuten wel makkelijk kon vinden. Zoek dus nog steeds een weg hierin. Ja, dat is mooi dat je dat even deelt. Ik ben ook, ik heb zoveel ideeën voor nieuwe dingen, maar het tijd maken voor jezelf, dat is het is een soort complex ding. Hè? Het heeft ook te maken met hoe deel jij je dag in? Hè, een soort hele praktische dingen. Wat heb jij focus? Laat je afleiden door je e-mail, de telefoon of Facebook of wat dan ook. Maar veel meer nog, Fonny, gaat het, en iedereen voor wie dat van toepassing is, veel meer nog gaat het over, kun jij jezelf toestemming geven om tijd te maken voor jezelf? En kun jij jezelf toestemming geven om af te stemmen op iets waar je eigenlijk van weet van, hé, maar daar zou ik blij van worden, hè? Waar je hart van sneller gaat kloppen. En dat hoeft niet altijd te zijn, hè, van in de Happy Academy die video gaan, maar gewoon in het algemeen. Hè, dus zonder daar allemaal oordelen over jezelf weer over te hebben, maar het gaat om van, durf je die ruimte in te nemen voor jezelf? Of heb jij een overtuiging dat alle andere mensen belangrijker zijn dan jij. He, in je omgeving, in je werk, in je, weet je wel, ben je allemaal bezig met dingen die moeten. Als je echt eerlijk bent naar jezelf. Of kan je ook gewoon zeggen van, hey, hallo, ik heb echt zin. Ik voel de energie dat ik iets wil maken. En ik weet dat ik dat daar kan vinden. En ik ga daar gewoon voor zitten. En of dat nou 10 minuten is of een uur, dat maakt niet uit. Maar dat je die afspraak maakt voor jezelf. En dat je dat jezelf cadeau gaat geven. Ja, en dat is, dat vraagt gewoon een mind shift eigenlijk. En dat is ook precies waar de cursus afgelopen week ook over ging. En die cursusdag. Dat je dus, als je dat in jezelf verandert. En dat je je energie dus verandert. Omdat je gevoel ook verandert. Ik zeg het nu misschien heel cryptisch. Maar dan weet je dus ook wat ook mogelijk is. He, in plaats van constant maar die drukte te voelen. De druk en de drukte. Van waarom je steeds geen tijd maakt. Om gewoon eens daar helemaal dat helemaal te kunnen parkeren. En even in iets nieuws te gaan staan voor jezelf. Bij de Success Journaling cursussen komen sowieso ook wat meer meditaties. He, wat ik al eerder zei, de dankbaarheid meditatie, die heb je van mij in e-mail ontvangen. En anders check nog even je inbox, als je het nog niet gezien hebt. Hij komt ook live te staan. Hoe zeg je dat? In de academie te staan. En die staat bij Success Journaling. Maar ik wil sowieso dit jaar nog een aparte afdeling eigenlijk gaan maken. En cursusmodule maken over hoe dat nou zit met tijd maken voor jezelf. Met meer focus leven. Zonder dat het iets is wat strengheid in zich heeft. Maar gewoon eigenlijk door je doelen helder te hebben. Hoe je blij daarvan kan worden. Omdat je gewoon zoveel dingen dan eigenlijk automatisch gewoon geen energie meer gaat geven. Omdat dat allemaal verwachtingen zijn van andere mensen. Om maar wat te noemen. Nou, ik heb van gisteren. Kunnen jullie hier iets mee? Ik blijf maar ratelen. Hoe is dat voor bijvoorbeeld jou, Fonny? En Wilma, misschien wil je daar ook iets over zeggen. Ik ben zo benieuwd hoe het ook voor jou nu was. Die 7 dagen na de cursusdag. Even kijken hoor. Fonny zegt, mooi antwoord op mijn vraag. Heel herkenbaar wat je zegt. Dank. Nou. Wat fijn dat we dan als een toevalligheid hier elkaar nu tegengekomen en dat jij die vraag hebt gesteld. Of eigenlijk vroeg je niet deze vraag, het was iets wat je zei, alleen ik voelde een vraag. Wat mooi, ja. Dus dat voor mij sowieso dan al een reden om het vaker Facebook Live te gaan doen, omdat dit toch wat anders is dan af en toe in de e-mail of af en toe. He, of dat je mij wel hoort en ziet in de video's. Maar dit is toch op de flow gaan van wat er speelt. En Wilma zegt, ik heb meer energie en heb ook plannen gemaakt. Kijk, dat hoor ik graag.
Zo leuk, want ik weet natuurlijk waar Wilma mee bezig is geweest. En Wilma die heeft sowieso voorgenomen om meer te gaan schrijven als een van de actiepunten. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar, maar ik denk dat stiekem wel gelukt is. En je krijgt binnenkort van mij dus een e-mail met de volgende opdracht. Daarvoor, om dat vol te kunnen houden, om dat als gemak. Ik heb maar net als tandenpoetsen doe je ook elke dag en dan ineens, dan heb je ook daarin weer een nieuwe stap gemaakt. Ik kijk er nou zo naar uit, om dat ook weer door te kunnen geven, die stap. Gisteren heb ik een hele leuke bijeenkomst gehad met mijn filmmaker. Ik dat te twijfelen, kan ik altijd wel zeggen, mijn filmmaker, want het is een filmmaker. Maar mijn in de zin van dat wij helemaal connected zijn qua energie en wat we wel willen en wat we vooral niet willen. En dat we helemaal aangaan van elkaars ideeën. Dus ik ben er allemaal plannetjes mee aan het smeden, zal ik maar zeggen. Om een nieuwe cursus te maken over eigenlijk ook voor mensen die ja, hun leven willen veranderen. Misschien wel een heel ander beroep willen uit gaan oefenen. Want dat deel ik ook met hem. Hij had ook een heel ander vak een paar jaar geleden nog. En hij is nu binnen een paar jaar succesvol geworden in een heel nieuw vak. Wat beter afgestemd was op wat hij eigenlijk wilde. En hoe leuk is het als daar gewoon meer over gedeeld zou kunnen worden. Ha, nou, weet je wat? Ik ga gewoon met mezelf afspreken dat ik ook weer meer tijd ga maken voor Facebook Live. Heb je vragen? Stel ze alvast of stel ze dus tijdens zo'n Facebook Live. Ik hoef niet per se een vast onderwerp te hebben. Het is gewoon mijn missie dat ik het jou en iedereen gun om meer uit je hart te kunnen leven en zijn vanuit je eigen verlangens en wensen en talenten. En elk onderwerp is daarover mogelijk. Er is iemand heel druk met allemaal dingetjes aan het sturen. Ik weet niet of dat per ongeluk gaat. Maar dankjewel, wat het ook was. Boosheid, verdriet, bloemetjes. Ik zag van alles. Er komt van alles vrij aan emoties. En dat mag er allemaal zijn. Hoe fijn is dat? Dat ik ook niks persoonlijk hoef te nemen. Of je het nou wel leuk vindt hier of niet leuk vindt. Ik vertrouw erop dat de mensen die hier iets aan hebben, dat ze dit horen. En dat het misschien een verschil kan maken in hun dag. Ook al is het maar zo'n verschil. Hoe leuk is dat? Hoe wordt het nog leuker dan dat? Als iemand nog vragen heeft, stel het nu. En anders dan ga ik verder met mijn administratie, met mijn dankbaarheidsadministratie voor al die nieuwe abonnees die een mooie kaart van mij krijgen. En Fonny zegt, ik lig toevallig ziek op bed, vandaar dat ik erbij ben. Kan je rekening houden met latere tijden live te gaan? Latere tijden, daarmee bedoel je misschien 's avonds? Wat bedoel je precies met latere tijden? Want ja, daar kan ik in variëren. Sowieso het nadeel van live gaan 's avonds, in ieder geval deze tijd van het jaar, is dat het heel snel donker is. Ondanks dat we al bijna een uur extra licht hebben. Yay, waar ik super blij mee ben. Maar, en Annemiek zegt ook, ja graag. Ben je stiekem op je werk aan het kijken, Annemiek? En voor nu zegt 's avonds, ja. Ja. Ja, dus het kan, maar dan moet ik dus echt wat improviseren, ook qua licht, dat het gewoon ook nog een beetje te volgen is, dat ik niet zo in het donker naar jullie moet kijken en jullie zo naar mij kijken. En Annemiek is gewoon lekker vrij, dan denk ik. Ze zegt, nee hoor, ik ben niet mijn vraag of ze stiekem moet kijken als op de werk. Een lekkere vrije middag. Oh, wat fijn. Nou, geniet er lekker van. Geniet er lekker van, Annemiek. Ja, het is voor mij, ten eerste probeer ik zoveel mogelijk mijn flow te volgen, dat ik dus niet tot vanavond zou hoeven wachten, maar ik heb ook vaak 's avonds flow, dus dat is een mooi verzoek. Ja, ik pas het zoveel mogelijk aan in wat voor mij allemaal mogelijk voelt.
in mijn leven. En ik heb op dit moment geen vaste structuur, behalve de webinars. Hè, die staan echt op vaste tijden, de webinars met de abonnees. Maar voor live video's hier, dat komt een beetje op zoals het is. Maar Fonny, je was erbij. Je was erbij. Dus waar hebben we het over? Ik wens jou in ieder geval heel veel beterschap. Andere mensen die dit nog kijken, die zich eigenlijk niet zo lekker voelen, wens ik ook allemaal beterschap. Ik stuur jullie zonnestralen en beterschap. En sowieso wens ik jullie heel veel inspiratie voor vandaag, voor deze week. Je bent creatiever dan je denkt. Alles is al gemaakt, maar nog niet door jou. Heel veel liefs. En tot de volgende keer. Bye!